Fend off position. En dan gaan ze kijken naar. Da. Wie schiet dat? Wie schiet dat? Wie schiet dat? Is aanrijden. Kut. Dus zij achtervolging, motor, geen kenteken, geen helm, gaat hem door. Oeh, soepel collega! Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice, jullie hiervoor en more. Voordat jullie helemaal gek worden van Wim en Kim bij elkaar, ja dat klopt, maar het probleem is, kijk, Wim kijkt, nou Wim staat stil, weet je, en dan zou je zeggen van ja, maar dan moet je look at player en assign to all, of je zet hem juist op follow, maar kijk, dan volgt hij me nu, hè, dan, nou, dan gaan we nu hierin rennen, achtervolgende voet, Wim volgt me leuk, maar stel maar dat ik in mijn auto stap, dan stapt Wim niet mee in. Nu denk je van hij stapt in, maar nee, dat doet hij niet. Dus daar kan ik helaas niks mee, hè. Dat, ja, dat lukt mij verder niet. Ze doen verder niks, dus hij mag vanaf nu even zijn dienst beëindigen. Heb je daar een oplossing voor, laat het zeker weten, want dan kan ik ze samen in dienst zetten. Voor nu, vandaag Kim en Sandy Shores met de T5, gemaakt door Heu, of zo, H-E-U-U-U-U, geloof ik. Ja, gaaf ding. Kofferbak heb ik zelf een beetje aangepast, want er zaten wat dingen in waarvan, of ja, op het raam zeg maar, waarvan ik dacht van wat de fuck is dat, ziet niet uit, sorry. Voor de rest is het super vet. Kofferbak gaat dicht. Nou, die gaan automatisch dicht zometeen. Schuifdeurtje gaat ook zometeen wel dicht. Dit is wel vet gemaakt met die band, die zit hier in de echt ook, hè. Die houdt alles hier, dus dat is wel vet. We zijn er, zappen. Ja. Goed. We gaan zien wat de dienst ons gaat brengen hier in Sandy Shores. Voor Kim de eerste keer in het buitengebied. We krijgen meteen een auto-ongeval op de snelweg. Dat klinkt ernstig. Geet u alstublieft prio 2. Ah, dat klinkt toch niet ernstig. Prio 2, dus onderweg. En we zijn er al bijna. Kijk, oeh, 1, 2, oké, okay, ja, duidelijk. Staat hier al een pion? Fend off position, en dan gaan ze kijken nemen. Belangrijkste is of er geen gewonden zijn, dan, de rest komt dan later. Goedendag, hallo. Goed om je te zien, agent. Oké, okay, wat is hier gebeurd? Een of de group 6 fans rammed me from the street. Oké, okay. Iets van, ik denk hij even van de straat, ik snap me niet. I should order group 6, what the f, hou eens op. Yes, ik denk dat iemand is weggereden. Oké. Okay. Nu gebeurt er niks meer. Ah, oké, okay, dankjewel meneer. Nee, die T5 verdwijnt. Dat is jammer. Ik moet nu nog met iemand praten of wat? Oh. Ik snap het niet, man. Is hier nou iemand die een gestolen voertuig rijdt? Was het... Zou ik daar nog iets? Oh nee. Ja, oké, begrepen. Ja, ik ga geen takenwagens, misschien het verdwijnt vanzelf wel. Ja, dit is wel echt zonde hoor jongens, dat vind ik... Dat kan gefixt worden, dat weet ik zeker. Ik ben zelf geen modder, dus ik weet niet hoe. Maar ik weet dat je zo'n dingen kunt fixen, dus... Ja, misschien handig om dat te doen. Doei doei. Er komt een collega die gaat helpen daar. En die gaat hun schadeformulieren et cetera invullen. Voor nu dan. En ook dan melden van ja, er is iemand weggereden. Takelwagens bestellen.
maar voor de rest was er niks nodig qua ambu of brandweer. Hij rookte wel, maar laten we zeggen dat dat normaal was. Een Group 6 vehicle. Ik heb geen idee wat dat is. Rechts. Links vrij, voor mij vrij. En mijn stuur is niet goed ingesteld. Die moet ik even instellen, want ik heb nu geen force feedback. Even snel. Zij de Zulu, wij gaan even die kant op. Waar dan? Oh. Attention all units. Officers report 6 suspects. Ah, nee. Dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Ja, uiteraard. Ik heb zo'n gevoel dat dit echt helemaal fout gaat. God, ja. Oh, wacht eens even. Dit gaat echt fout. Hier loopt er iemand. OC, het voertuig aangetroffen. Ligt er iemand bij, die is neergeslagen. Met spoedseenheid deze kant op. En een ambulance alvast die wel even op afstand moet gaan wachten. Hallo? Is er niemand in het voertuig zo te zien? Nee. Daar hoor ik iemand. Ja, shit. Wie schiet daar? Wie schiet daar? Wie schiet daar? Kut. Kim onder zwaarvuur, Kim onder zwaarvuur. Het schiet ook een beetje op elkaar, dat is wel chill. Er wordt met rookbommen gegooid. AT te plaatsen, AT te plaatsen, deze te plaatsen. Ik ga... Er zijn gelukkig meerdere eenheden inmiddels te plaatsen. Er wordt met rookbommen gegooid, we zijn hier in de val gelokt. Ambu, het is niet veilig, ga weg, alsjeblieft. Of ja, kom me maar beschermen, dat is wel of beschermen, ik bedoel, healen. Geen zicht op verdachten, wordt flink geschoten. Ja, eentje neer. Het lijkt op een sniper die ik ook nog hoor. Collega wordt gereanimeerd. Ik hoor een shotgun. Ambu, ja, Ambu gaan nu niet meteen die verdachten redden. Ja, die ruimen natuurlijk meteen het werk op van ons. Die shotgun people mag je niet in de buurt komen. Op het moment dat die... op het moment dat ik hem niet zie en hij mij wel. En ik sta in de buurt van hem. Dan heb ik heel veel shotgun kogels op mijn lichaam. Politie. Politie. Oké, hier veilig. Clear. Politie. Ik weet oprecht ook niet of ik alle verdachten al heb en zo, hè. Thank you.
kant, denk ik. Dan zou dat zover als klaar moeten zijn. Dan ga ik even in mijn auto zitten. Even chillen. En wat drinken, want ik begin keelpijn te krijgen. Ik ben net beter. En dan begin je nieuwe keelpijn te krijgen. Dat is niet echt goed. Dat is niet chill. Ik heb nog bijna vakantie. En vandaag, als de video online komt, heb ik vakantie. Mijn eerste vakantiedag tussen haakjes. Tussen haakjes natuurlijk, omdat ja, zaterdag de vakantie al begint, maar maandag is dan officieel. Goed, ik vind het goed geweest. Niet met de video, maar op deze locatie. Dus we gaan lekker door. Heel veel doden. Komt de takel waggel. Keuzes. Ik ga over hier. End. Ik vind het nu echt goed geweest, jongens. Kom op. End call out. Nee, nu is het klaar. X. Dispatch calling unit. Ja, maar ik kan niet oneindig hier een route naartoe laten krijgen. Hey. Oh, nu heb ik hem hangen om. Kut. Ik weet niet waarom ik uitdruk ook. Echt. Per ongeluk gewoon. Dat is verhoord. Prio 1 naar persoon neergeschoten. Het is wat met Kim vandaag in Sandy Shore. Meteen feest. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. 6 Hall 20. Medical aid requested. Respond code 3. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. Ik moet samen met de ambu beschermen bij een slachtoffer. Maar ligt hier. Copy that, dispatch. Oh, ja, oh. Dat is verhoord. 6 Hall 20. Oké, deze melding hebben we al een keer gehad, of vaker, vroeger zeg ik dan, langer terug. Ik heb hier één keer meegemaakt in Sandy Shores, tot de verdachte die helemaal neergeschoten terugkwam. Dus ik, ondanks dat ik nu niks kan, want als ik nu mijn wapen kan niet denk ik, ben ik toch echt op mijn hoede. Ik heb het meegemaakt, dus kijk achter me, er loopt niemand, ik zie daar iemand staan aan de overkant, het ziet er een beetje raar uit. Wapen in ieder geval in mijn hand. Oké, dus ja, ik ga naar het ziekenhuis met spoed. Locatie is een PD, maar ik ga daar niet op wachten allemaal. ik ga even wat controletjes doen bij de dame, de heer en meneer aan de overkant. Aangezien ik toch wel weet of we niet hier toevallig iets hebben gedaan en vervolgens stonden te kijken aan de overkant. Zo van, hey, kijk hoe dat afloopt. In ieder geval, mocht daar iets uitkomen, uit heel onderzoek heb ik wat gegevens. Rucola. Raluca. Lekkere naam, man. Dankjewel. Tevens kan ik die man nu zo aanhouden. Waarom zul je denken? Omdat hij aangaf, kijk nieuwe lijkauto maar de team MMA, super vet. Dat hij aangaf of tot op zijn ID 1995 staat. En ja, laten we eerlijk zijn, zo zag het er niet uit. Goedendag, hoi. Een ID'tje voor me. Oké, dankjewel. Ik ben nog verder. We gaan eens kijken naar van alles wat hier allemaal rondrijdt. Want ik weet dat de Sandy Shores van alles lekkers rondrijdt. Wat we lekker aan de kant kunnen gaan zetten. Golfkarretjes, quads, noem maar op. Rechtse vier ook voorrang, geen stoplichten. Het betere leven. En misschien ook niet, kun je niet eens doorrijden. Want elk kruispunt moet je stoppen. Echt
puur op het 100% realisme gaan op de Nederlandse teken, zal ik die auto nog komen te zetten, want er is geen kenteken op de trailer. Maar goed, daar kun je ze en niet voor bevragen in LSPD of al, en je kunt ze geen bekeuring geven voor no number plate on bla bla bla. Attention, this is dispatch 6 Paul 20. Respond code 2. Daar komt hij weer. Ik ga even naar de hoofdweg, want daar rijdt een motor. Ik heb het gevoel dat hij geen helm heeft, wat ik zo van afstand kan zien. 1202 OC, we komen eraan. Ik ga snel hier, tot hij langs rijdt en tot ik goed zicht heb. Een petje vind ik geen helm inderdaad. Ook geen kenteken zitten zien. Even kijken, geen kenteken, geen helm. Oké. Okay. Een bericht voor alle wagens. We have achtervolging, motor, geen kenteken, geen helm, gaat er maar door. Negeren stopteken, loopt uit. En linksaf, richting vliegveld. Weg wordt versperd door een boot, vinden een doorgang langs vliegveld. Eenetjes koppelen alsjeblieft. Uitloop. Ja, B-klasse, naar achter, naar achter, naar achter. Ja, kom maar. Heeft uitloop gaan richting snelweg, probeer te voorkomen tot hij daar op gaat. Uit de normaal. Soepel collega! Staan blijven! Ga verliezen, kom op, hier, staan blijven. Oh, ja, lekker man. Staan blijven voor het getezen door de commander die in een politie B-klasse rijden. Ja, lekker man. Hey, dat was teamwork, onze slip daar, hier zo. Oh, je B-klasse is al weg, maar... Ja, dat scheelde ongeveer 2 centimeter. Meer heb je ook niet nodig. Dus verdachte is... Oh, ik moet wel weer... Oké. Okay. Geef dan. Zet hem in de drive. Ja. Dat is gehoord. Hoi. We gaan terug naar Santa Shores en dan gaan we eens kijken wat we daar allemaal aantreffen. Is dat een motor te laseren? Collega met de motor. Lincoln 18. We have a traffic alert for a high-ranking game member in transit. Komt hier eentje omhoog en die wordt gezocht. ANPR camera's gaven daar een hit op. Het is even vol voor V90. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Approach with caution. Ah, kut, die BTGV af oprit snelweg. Ga in en deze kant op. Ook voor de veiligheid een beetje. Nee, zet hem niet daar alsjeblieft. Ik probeer een BTGV uit te voeren.
Oké, uitstappen, handen omhoog. Ja? Kom, pik. Nou, collega's hebben al de vuurlijn. Ik zet mijn... uitstappen. Godverdomme, staan blijven. Op knieën. Nee, op knieën. Handen omhoog houden. De bestuurder lijkt rustig te blijven. Op je knieën blijven zitten, ja? Jij ook. Op knieën. Dat gaan we niet doen, hè. Godver. Jongens, pak die gast hier. Ik pak die Volvo. Oké. Even denken. We gaan hier dan mee kappen. Ja, wat er gebeurde. ik weet niet waarom ik niet raakte. Dat was een of andere kogel weer in het glas of zo. Het was zo dat ik die bijrijder die rende op ons af. Dus die wilde ik eerst veilig. Ja, eigenlijk voor hetzelfde had hij een bom. Hè? Dan had je gewoon een dikke boom. Maar en ik draai me om en die gast die doet zijn arm omlaag. Dat was eigenlijk een reden om te schieten. Om in ieder geval te zeggen van hey, even heel snel hadden mogen verschieten. En ja, die stapt in en begint te schieten en ik had geloof ik 0 kogels raak of zo. Ja, en toen snapte mijn hele game dan niks meer van. Want ik geloof dat ik ook een beetje die ene die wat uitstapte had gedismissed, om het maar zo te zeggen, wat ik zo snel in beeld zag. Maar we gaan gewoon een poging 2 doen. We have a traffic alert in Grande Sonora Desert for possession of drugs for sale. En dat gaat hetzelfde verhaal zijn, denk ik. Die gaat zo meteen op rit omhoog komen. Ja, we hebben vrij... Vriend, je hebt geen fuck... Laat maar. En deze gaan we anders aanpakken. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Approach with caution. Oh ja, lekker man. Lekker weer, Kim. Beide handen omhoog en uitstappen. Ik weet niet wie erin zit, maar dat boeit me niks. Gewoon beide uitstappen, ja? Oké, ik moet de E even inhouden. Handen omhoog. Ja, dat dacht ik toch. Kim schiet gewoon, hoor vriend. SC schoten gelost. Wilde er vandoor gaan. Wederom beter geveetje. Ja, liggen blijven. Overin zitten, dan maak je zelf bekend. Je kan niet veel anders inzitten. Volledig vrij. Wapensbergen, verdachte aangehouden. Oh ja, lekker man. Heel veel drugs bij je. Ga het transportje deze kant op. Ja. Dan moet ik 0 geloof ik inhouden. Goed, nu gaan we naar... Dat is verhoord. Kijk, ik heb één ding. Dat was een groot... Dangerous driving, resisting arrest, very high skill, drug dealing, oké. Okay. Laat zeggen 10 jaar. 20 jaar, netjes man. Het heeft Kim toch goed gedaan. Oké, dus ja, dat snapte ik al. Hier een takenwaardje voor en dan ga ik... richting bureau waar het weer mooi is geweest voor vandaag, vind ik dan. Ik weet niet wat jullie vinden, maar ja, als je het jullie nu vraagt, dan heb ik daar toch niks aan. We gaan naar bureau en daar eindig ik de video. Als jullie willen kijken hoe ik naar bureau rijd, dan mag dat. We zeggen jullie van ja, dat gebeurt nu toch niet meer, dan ja, moet je even kijken hoe lang de video nog duurt. Voor hetzelfde dat krijg je nu een dikke achtervolging of wat, voor het beschoten of een melding waarvan ik toch denk, oh ja, die wil ik nou wel even aannemen. Als de video nog een minuutje of 2 duurt, dan weet je wel dat er niks meer gebeurt. Ja, ik ga jullie nu alvast bedanken voor het kijken, dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag voor over 2 dagen. Denk na. Ik denk, ik ga het proberen op te nemen. Met de VOA, verkeersongevallenanalyse. En hoe dat er gaat uitzien, zie je over 2 dagen. Als het ook
als ik over 2 dagen een hele andere video online heb gezet, ja, dan komt mijn bericht over de teleurstelling van jullie en waarom het niet gelukt is. Jullie gaan het zien. Oh, daar werd de beest aangereden. Sta op, oh, ik vind dat zielig. Rest in peace, brother. Zijn vriendjes maken al geluiden. Ja dan. Dat verkeer hier. We gaan naar rechts. En we gaan geen meldingen meer aannemen. Voor de mensen die nog kijken, ja, ik hoop dat je het leuk vond met Kim. Laat zeker even weten in de reacties als je weet waarom Wim en Kim nou niet samen kunnen op dit moment. Dit is het ziekenhuis. En waarom Wim dus niet instapt of andersom. En dan zou ik zeggen tot over 2 dagen. Tot dan. Doei.